Scheidsrechter Lodewijks heeft de wedstrijd in beweging gezet door het eerste fluitsignaal. DVS aan de bal. Zoekt, kijkt. Roemion. Meteen ofwel op de huid gezeten. Ingooien is voor DVS. Stef Nijland daarop letten. Nu is het voorin wel. Daar glijdt simpel bij de bal bij Van Leijenhorst. Nieke van Hilten. Frank Olijven geeft de bal mee aan nummer 11, Roemion natuurlijk. Keeper Ruben Valk op zijn post. Stef Nijland, Roemion. Nou, er gaat een kans aankomen. Ga voorlangs. Kansje. Van Leijenhorst, niet zo al te beste kaats met Stef Nijland. Kijk overnieuw, veel ruimte. Van Blerk, met een hoop ruimte. Nikke van Hilten. Sam de Wit. Goeie bal daar achter de spits, of de Roemion. En Roemion maakt daar niet de 1-0. Tweede kans daar, eerst was hij voor Owen Muller. En nu was hij voor Roemion. DVS probeert oogdruk te zetten, maar VVS bij voetbal zich hier knap onderuit. Nu balbezit voor DVS. Goed gevoetbald, daar is Roemion. Roemion achter Owen Muller meldt zich voor de goal. Nicky van Hilten. Nicky van Hilten. Oeh, zonde. De beweging voor was beter dan het schot, laten we maar zeggen. Gaat dat met een 0-0 gebeuren of gaat hier nog gescoord worden? Door een van beide ploegen. Dit is een overtreding gemaakt van, door Ben Moussa op de nummer 7 van VVSB. Mounir. Fekunda achter de bal. Vrije trap was straks wel best wel gevaarlijk. Mounir. Mounji. Achterin daar. Oeh, daar moet keeper Van Nuenen zich strekken. En de bal tot corner verwerken. Kans voor... de tweede kans eigenlijk voor VVSB. En weer uit een doodspelmoment. Zoals ze dat zo mooi noemen. Tweede mogelijkheid. Vrije trap nu genomen. Achterin. Laatste van Blerk. Hoekschop. Nummer 1 van de tweede helft voor VVSB. Gevaarlijk. Oeh. Goed voorzet. Keeper. Oh, keeper, wat goed. Goed op zijn post Van Nuenen. Germanio La Fasang gaat erin komen zometeen. En je zegt van nou, wat duurt het lang voordat je die naam opleest. Maar het wordt een beetje donker hier. En mijn ogen zijn ook niet zo goed meer. Sam de Wit achterin. Sam de Wit. Sammy Krauter. Roemion opnieuw. Komt die voorzet. Die is daar bij Nicky van Hilten. Ben Moussa wipt die bal op. Er komt een grote kans. Nee, is buitenspel ook. Maar krijgt daar een tik. Hé, hey, scheidsrechter zegt... ja, nu zegt hij buitenspel. Maar daar kreeg... Er wordt ook een tik uitgedeeld. Maar dit is voor in de voeten van Jesse van Nieuwkerk. Zo kan die aanval van VVSB door. Van Velsen. Lovosang. Met de voorzet. Goeie bal. Mounir daar nog achterin. Goeie voorzet weer. Wederom Messen van Nieuwkerk. En daar ook nog zat daar Van Velsen aan. Dus weer een mogelijkheid voor VVSB. In de 78ste minuut. Geen buitenspel. Roemion.
Sammy Krauter. Oeh, schiet hem naast de goal. Toch ook wel weer een mogelijkheid voor DVS. Een goede paas heeft deze Lovo Sang in zijn voeten. Maar bereikt nu niet Munir Amunji. Dat is niet een goede bal. Dat is gevaarlijk. Is goed opgepakt door Van Leijenhorst. Die stuurt Romion weg. Dat is een 1-op-1 daar. Romion. Romion kan er binnen als het goed loopt. Goeie bal. Stef Nijland. Stef Nijland via Lovo Sang de bal tot corner verwerkt. Jesse van Nieuwkerk die vindt het veld glad. Die valt heel veel. Romion. Kopbal van Jorik Priem. Is een doeltrap. Penalty? Penalty? Hij geeft een penalty. Hensbal. Oh, dit is wel... Zou wel een heel mooi cadeautje zijn voor DVS. Hier geeft hij een penalty. Iedereen hier op de tribune ook een beetje verbolgen. Ik denk dat er dan hens gemaakt moet zijn. Dus we wachten het even af. We wachten even af wat hier gaat gebeuren. Scheidsrechter wandelt terug zijn... Ja, hij geeft een penalty. Ja. Mogelijke hensbal. Gok ik. Ruben Valk of Sam Krauter? Daar komt hij. Komt hij aanloop. Sam Krauter. Keurig in de hoek geschoten. Hier komt DVS op een 0-1 voorsprong. Sam Krauter via een penalty. In de 88ste minuut. Scheidsrechter kijkt op zijn klok. Keeper Valk gaat de bal nog een keer naar voren rammen. Om te kijken of hij Jesse van Nieuwkerk kan bereiken. Of een andere lange speler van Otterlo. Munir Amunji. Daar nog een keer. Komt nog een gevaarlijke voorzet uit, denk ik. Dan komt die bal. Nee hoor. Dit DVS niet onaardig uitkomt als we hier de 3 punten mee kunnen gaan nemen naar Ermelo. En dat gaat er nu steeds meer naar uitzien. En dat is toch best knap om hier van de nummer 5 de punten af te snoepen. En ja hoor, de punten gaan gewoon mee naar Ermelo. Na een matige wedstrijd van beide ploegen met veel fouten. Door een penalty van Sam Krauter gaan de volle 3 punten mee naar Ermelo. En die zijn wel heel erg welkom om een beetje uit die onderste regionen te blijven.